De regionale vertegenwoordiger van de UNICEF, Nicolas Sepron, heeft op donderdag 4 maart zijn geloofsbrieven aangeboden aan Bibes-minister Albert Ramdin. De vertegenwoordiger heeft als standplaats Georgetown, Guyana. Tijdens deze plechtigheid is het landenprogramma voor 2021 tussen de UNICEF en Suriname getekend. Minister Ramdin geeft meer bijzonderheden hierover. It's an honor for me to present my credentials to officially, after a long time coming to your government. Thank you very much. I really look forward to a fruitful and long collaboration, building upon the long tradition of collaboration between UNICEF and the government of Suriname. Absolutely. Thank you very much and welcome to Suriname now officially. You have been here before, but thank you very much and congratulations. We will certainly build on the relationship which has already been developed over the many, many years. And I welcome you to officially to Suriname now. Thank you very much. Thank you so much. Ja, we hebben vanmiddag op het ministerie van Buitenlandse Zaken de heer Pron ontvangen. Hij is de regionale vertegenwoordiger van UNICEF en hij is gelokaliseerd in Guyana, maar dus niet residerend ook hier. Er zijn twee dingen gebeurd. Hij heeft een geloofsbrief officieel aan mij aangeboden, dus nu is hij officieel de vertegenwoordiger van UNICEF. Dat is een organisatie van de Verenigde Naties, die gaat over kinderen en zorg voor kinderen in de wereld. Daarnaast hebben we het landenprogramma ondertekend voor 2021, waarbij dus een viertal projecten zijn goedgekeurd en waarmee een totaalbedrag van ongeveer $950,000 is betrokken. En deze projecten zullen dus in 2021 worden uitgevoerd. Het gaat om eigenlijk de zorg voor kinderen, het gaat om inclusiviteit, het gaat ook om de specifieke uitdagingen die kinderen hebben in termen van abuse, dus wanneer ze slecht behandeld worden, de zorg voor hun, er zit wat onderzoek ook in. Dus ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen, met name in deze COVID-19 periode hebben we alle zorg die we kunnen besteden aan kinderen toch wel nodig. En de bedoeling is dat specifiek voor COVID-19 er zal worden gelet via UNICEF op mentale gezondheid van kinderen ook. Want u weet, als gevolg van isolatie en andere soorten problemen is er toch een situatie waarbij kinderen zich geïsoleerd voelen. En dan ook uiteindelijk soms, in sommige gevallen specifiek, zelfmoordneigingen krijgen. We willen dat soort dingen voorkomen, dus we hebben gevraagd om additionele steun. Maar in ieder geval, we zijn blij dat UNICEF in Suriname $950,000 zal spenderen aan programma's om de zorg voor kinderen.